als je het over dat en Gelderland hebt, ja, dan heb je het natuurlijk ook over onze eigen trots, namelijk introdans. Het gezelschap werd in 1971 opgericht omdat wij hier in het oosten van het land, zo buiten de Randstad, ook een eigen dansgezelschap verdienden. En dat gaat goed sindsdien, want ze reizen de hele wereld over. Van Sint-Petersburg tot Londen en ook dit jaar in 2019 gaan ze weer de hele wereld over. Maar goed nieuws, ze zijn ook gewoon in onze eigen theaters te zien. Dance me to your beauty with a burning violin. Het nieuwe jaar is begonnen, 2019. Wat gaat er eigenlijk allemaal bij introdans gebeuren? Nou, het wordt een bijzonder jaar. We zijn heel trots dat we in februari een hele avond brengen van de choreograaf Sidila Bishekawi. Hij is internationaal ongelooflijk aan de weg timmeren. En we zijn heel trots dat we de hele avond van zijn werk kunnen programmeren. Orbo Novo, een stuk wat we vroeger hebben gedanst, is weer terug op het repertoire. Een première voor introdans, het ballet Puur. En Loin, een van de hits van vorig seizoen, is ook weer te zien in dat programma. Adriaan, jullie maken als introdans natuurlijk ook mooie voorstellingen voor kinderen. Ja. Waar gaat deze familievoorstelling Vier Verhalen in één dag over? Het verhaal speelt zich af rondom het meisje Moira. Dat is een kind of een jong opgroeiende kind die op een bijzondere manier drie wensen wint in een hele grote spelshow. En die wensen dat kan alles zijn. En ze maakt eerst een hele simpele wens en vervolgens neemt ze twee hele grote wensen. Maar ze leert door de werelden waarin ze komt, leert ze de wereld beter zien en leert ze ook dat je zelf iets kan doen om je eigen toekomst te creëren. Dus dat je zelf, het is eigenlijk een heel positief verhaal. De muziek wordt gemaakt en gecomponeerd en het verhaal verteld door Spinvis en Saartje van Kamp, popmuzikus. En ik heb een collega choreograaf van Marina Wolf, waarmee wij samen deze voorstelling maken. En, moet niet vergeten te zeggen, we maken hem dit keer ook echt samen met de dansers. Want het is een creatie. Er ligt nu nog niks en we bouwen nu in 2 maanden op naar een voorstelling. Je zegt al en met de dansers. Maakt dat het dan extra bijzonders of anders? Ja, want de dansers en hun inbreng hebben nu een heel grote rol hierin. Ze creëren echt mee. Want het is niet zo dat we alleen maar met pasjes komen. We doen even dit. Maar ze denken ook mee in het geheel. Want het is een verhaal wat nog moet ontstaan. Dat gaat op de vloer. Dat is een hele aparte, maar heel erg leuke manier van werken. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waarom is het voor introdans zo belangrijk om ook dit soort familievoorstellingen te maken en niet alleen op die volwassenen te richten? Introdans probeert een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. En dat gaat op verschillende fronten. Dus door het aanbieden van voorstellingen die gewoon regulier in de avonden voor volwassenen worden gespeeld. Als voorstellingen die op scholen en voor families, waar je dus met je vader, moeder, opa en oma en je kinderen naartoe kunt gaan, zodat iedereen van dans kan genieten. Plus daarnaast nog een heel pakket ook met educatieve activiteiten. Dat moet je niet vergeten dat we ook nog eens een keer heel veel leuke dingen daarbuiten nog doen met iedereen. En dan sluiten we het seizoen natuurlijk weer af met een flitsende entofficiëren, zoals we dat eigenlijk elk jaar doen. We maken nog een voorstelling met onze dansers die ook een aantal zelf choreografieën gaan maken, waarin het thema sport is. Dan werken we ook samen met sporters van Papendal. Dus er liggen een hoop uitdagingen op de plank, maar ik kijk er erg naar uit. Wil je dit seizoen nou ook naar introdans toe? Dan kan dat vanaf februari naar de voorstelling Leven Larbi en vanaf 9 maart naar de voorstelling Vier Verhalen en een Dag. En wil je nou zelf gaan dansen? Dan kan dat natuurlijk ook. Zo zou je naar Emporium kunnen gaan of naar Dreamfield. En voor alle andere uittips moet je natuurlijk gewoon weer onze website in de gaten houden. Want daar zetten we alles weer voor je op een rijtje.